Waarde huisgenoten, graag wil ik, Amber, omdat ik in het zesde en laatste jaartje zit, een nieuwjaarsbriefje met iets meer pit. Ik weet het, ik ben niet altijd even gemakkelijk en gedraag me soms als een echte puber. Maar geloof me, lieve ouders, deze periode wordt echt niet zo rigider. Want er zullen meer momenten komen dat ik je trots zal maken. Misschien word ik wel dokter, uitvinder, leerkracht of een krak in huis inbraken. Nee, dat laatste was maar een grapje. Binnenkort ga ik al eens naar het eerste middelbaar en binnen 6 jaar loop ik rond met mijn rijbewijsmapje. Binnen 9 à 10 jaar loop ik misschien wel met een diploma op zak. En koop ik met mijn grote liefde een stukje landoppervlak. Maar laten we nog niet voorop lopen op de feiten. Laten we eerst nog wat genieten van de aankomende identiteiten. Die ik zal aannemen om mijn weg te vinden in deze grote wereld. Steeds met de smartphone in de hand en voor mijn computertje gezeteld. Ons oude jaartje is bijna gedaan, maar het nieuwe komt eraan. Dus lieve ouders, ik ben het zeker, met een dochter als ik, dat is toch wel boffen. Zo dadelijk geef ik jullie 3 dikke kussen, want ik heb het ook met jullie getroffen. Ik heb ook niet anders.